In deze App for Sales training video zal worden uitgelegd hoe de App for Sales applicatie kan worden geïnstalleerd en gesynchroniseerd. Open op uw iPad de Apple App Store. Zoek hiernaar App for Sales en download de applicatie. Na het downloaden en openen van de app zal het volgende inlogscherm verschijnen. In dit scherm dient u de gegevens in te vullen die u van Optimizers heeft ontvangen. Wanneer u de server, gebruiksnaam en het wachtwoord correct heeft ingevuld, zal de app worden aangesloten op de portal. Zo wordt u verbonden met uw ERP-systeem. Indien u geen inloggegevens heeft, kunt u hier ook inloggen om de gratis demoversie te bekijken en te testen. Gebruik hiervoor de gratis demo administratieknop. Wanneer u de inloggegevens heeft ingevoerd, zal de applicatie een synchronisatie uitvoeren en alle gegevens uit de database in de applicatie laden. Na het voltooien van de synchronisatie belandt u in het hoofdmenu. App for Sales zal vragen om toestemming voor het gebruiken van uw huidige locatie. Voor een goede werking van de applicatie drukt u op OK. Het is mogelijk om in het hoofdmenu uw eigen bedrijfslogo te tonen. Deze kunt u uploaden in de portal en zal binnen de applicatie verschijnen aan de rechterkant. App for Sales is te gebruiken in landschapmodus of in portretmodus. In de trainingsvideo's zal er gebruik worden gemaakt van de landschapmodus. App for Sales ontvangt alle klant- en artikelinformatie van de portal. De app moet bij gebruik handmatig worden gesynchroniseerd om deze te voorzien van de laatste beschikbare database. Dit kan worden gedaan door naar instellingen te gaan en op opgeslagen data te drukken. Druk op laat gegevens van server om de gegevens te synchroniseren. U kunt kiezen voor verschillende synchronisatieopties. Met volledig verversen wordt de volledige database opnieuw ingeladen in de applicatie. Bij een grote database kan dit een zeer lange tijd duren. Met update worden enkel wijzigingen die hebben plaatsgevonden doorgevoerd. Nieuwe artikelen zullen worden toegevoegd. Let op, oude wijzigingen zullen niet verdwijnen uit de applicatie. Ook is het mogelijk om te kiezen welke gegevens moeten worden gesynchroniseerd. Dit kan met de optie aangepast. Uit de synchronisatielijst kunt u een selectie maken van de onderdelen die u wenst te synchroniseren. In de volgende App for Sales trainingsvideo's worden de verschillende onderdelen van het hoofdmenu en de werking hiervan toegelicht. Kijk voor meer informatie op www.optimizers.nl.